Gwen, hoe is het? Welkom bij de laatste. Ja, oh wat leuk. Ik vind het altijd leuk als ik met radiopresentatoren zit, dat je meteen zo bam, zo'n stem hebt. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk. Een campagne over sexting, die houdt lekker bij jezelf. Heet. En daar ben ik heel trots op, want die loopt heel erg lekker. De laatste keer dat je aan seks dacht. Net nog. Hoeveel seconden geleden? Kijk hier! Ik wist dat je dit zegt. Heel veel van mijn werk draait om seks. En ik vind het ook heel belangrijk dat je heel open over seks kan praten. De laatste keer dat je ontevreden was over je uiterlijk. En waarom? Ja, net nog. Ik ga gewoon meestal zonder make-up naar mijn werk toe. Dus vanmorgen was het dit met een knot. En dan gewoon eens echt een soort van, voelt of je een trainingspak aan hebt. En dat mensen ook zeggen, oeh, heb jij nou hele kleine oogjes of heb je gewoon geen make-up op? De laatste keer dat je te veel drugs hebt gebruikt. Ik heb nooit te veel drugs gebruikt. Ik ben eigenlijk eerder te voorzichtig, te gecontroleerd. Ik zou er niet aan moeten denken dat dat gebeurt. De laatste keer dat je jaloers was op een andere BN'er. Ik ben altijd heel erg jaloers als mensen heel goed kunnen zingen. We hadden net Vincenzo te gast bij Hup. Dat is een nieuw programma dat ik doe. En die ging zingen en denk ik, oh, ik wil ook kunnen zingen. De laatste keer dat je een naaktfoto ontving. Nou, dagelijks van mensen die ik niet ken. Is het praten dan zo tegen me alsof ik daar ook echt op zit te wachten? Want ik heb natuurlijk altijd wel een grote mond en praat vaak over seks en naaktfoto's. En is het echt zo hier. Kijk even. Ja, kijken. De laatste keer dat je je ergens voor schaamde. Ik heb een vlogcamera, sinds kort. En ik gebruik die 2 dagen en daar schaam ik me de hele tijd voor. Gewoon, ik vind het super ongelooflijk. Ik vind het heel leuk, maar ik vind het ook wel echt zo awkward. Wat was de laatste keer dat je bij Spuiten en Slikken iets moest filmen wat je niet wilde doen? We hebben aan het einde van alle uitzendingen een soort van battles zitten, truth or dare dingetjes. En dan was het, zeiden mijn collega's dat ik mijn Instagram account moest wissen. En anders moest ik iets anders funzigs doen. Slagroom uit de bilnaad van een collega likken. Niet gebeurd? Jawel. Ja. Wat is de laatste keer dat je je allerbeste vriend of vriendin hebt gezien? Oh, dat is echt heel lang geleden. Ik zie ze zo meteen. 2,5 week geleden. 3 weken geleden. De laatste foto die je met je telefoon hebt gemaakt. Oh god. Ja, kijk, dit is er. Ja, dat is met Dotan en Paul Bellaert voor de Inside My Bones. Dat is een campagne die gaat over foto's op social media. Dat je beter ook foto's kan posten zonder filter, met echte emoties. En die foto komt dus in het Rijksmuseum te hangen binnenkort. Serieus? Je hebt de nachtwacht en je hebt mijn hoofd zonder make-up. Ja, dus echt. Nee, maar dat is, was gisteren. Was heel bijzonder. Heel leuk. Wat is de laatste keer dat je een one-night stand hebt gehad? Ik denk 3 jaar. Geleden. De laatste keer dat er echt iets fout ging tijdens de opnames? Maandag en vrijdag doe ik Club Hup. Dat is een live uitzending. Ja, daar gaan de hele tijd dingen mis. Maar ik vind het leuk als dingen misgaan. Het hoeft niet allemaal te perfect te zijn. Gebruik dus geen emoticons, want je hebt geen WhatsApp. Je hebt iMessage, kan je ook emoties. Ja. Wat is je favoriet? Wat zijn je laatste 5 die je hebt gebruikt? Oké, het is sowieso die. Dat met dat poppetje die zo hand voor jou staat. Die met die cowboyhoed. Oh, die is tof. Dat monstertje heel vaak. Die rooie met dat haar en zo. Dat je dan zegt, jij kom er zo aan. En dan die. Altijd vuur. Want als je dan iets zegt, geeft het toch een beetje pit. Ik gebruik heel veel emojis. Dankjewel dat je hier was bij de laatste. Dankjewel. Was het de laatste keer? Ja, weet ik niet. Ik dacht dat ik de eerste van de laatste was, maar was zeker niet de eerste. Zeker niet. Maar ook niet maar de laatste. Hey, vond je dit nou leuk? Duimpjes omhoog. Vond je het niet leuk? Ook duimpjes omhoog. En laat eventjes weten, wie wil jij de volgende keer zien? Nadat je op de abonneerknop hebt gedrukt.